you were before. Veel keer aanvragen, Radiohead met Creep, Creep, Creep. Ja, dan. Oké, okay. Geef uitleggen, heel goed, als jullie gaan beginnen met Bré-akkoorden te leren, ja. Zou ik even daar een tip over gaan geven, ja. Daar zijn we allemaal bereidwillig toe, toch? Maar jij komt erin voor. Een G-akkoord, de derde positie, ja. Hetzelfde als je een F gaat oefenen, jij zou het door naar de derde, heb je een G, ja. Dan komt er nog in voor een B. Dus op dezelfde positie van je vingers houden, maar dan schuif je hem gewoon door naar de 7. Ja? Dan komt er voor een C-akkoord, de 8e. Een C-mineur-akkoord, wat doe je dan? Je haalt alleen je middelvinger weg. Ja? Dus dit zijn de akkoorden. 7e. 8e. En ploep. Vinger erop, dat is alles. Ja? Je kan hem natuurlijk ook anders spelen, ja, dan krijg je voor, zou ik daar ook laten zien, ja. Dan zeggen ze, ja, maar ik speel wel heel anders, ja. Ja, dan moet ik je op duizend manieren spelen, denk ik. Maar dan kan je hem ook spelen door G-akkoord hier te zetten, ja. Oké, dan zet je een C-akkoord hier. Een B-akkoord hier bijvoorbeeld. En een C-mineur zet je hier. Zo kan je hem ook spelen, ja. Maar dit is natuurlijk makkelijk, want die hoef je hem alleen maar over te schuiven. Daarom zei ik net al, het is een makkelijk nummer om te leren. En vooral als je net gaat beginnen, dus met Bré-akkoorden zetten. Als jullie weer eens horen van ja, Bré-akkoorden zijn zo moeilijk, het valt wel mee als je eventjes de aandacht aan besteedt. Want het is, heel veel mensen die zeggen, leg de vinger plat over de hals. Nou, moet je kijken, als ik dat doe, moet je kijken, dan gaat mijn schouder bijna uit te komen. Mijn elleboog die gaat helemaal die kant uit, zie je. Want het is nooit de bedoeling, namelijk dat je hem echt plat zet. Kijk dan, als ik hem plat moet zetten, hoe ik erbij zit. Nou, dat is ook niet echt lekker gezegd, ja toch? Zo. Ja. Wat je nou moet doen, je zet hem gewoon een beetje op zijn zijkant. Ja, kijk, als ik hem indruk hier zo, ik zal hem even goed laten zien aan jullie. Ja. Ik heb alles over voor die mensen. Dat kan ik niet. Dat kun je gewoon een beeld. Nee, dat nee, dan moet je hand hoger doen. Nee. Hoger doet zo? Kijk, dus hier de snaar zit. Zie je ook hem niet plat hierop heb? Ik heb hem hier aan de zijkant een beetje. Eigenlijk als het ware kant ik hem een beetje, ja. Ja. Het was niet te zien, Geert. Het was niet te zien. Nou, dan hebben ze pech. Dag. Nog een keer drukken, weer drukken. Tot bloed, als jullie naar de bloedtrasje lopen, dan weet je dat het. Nee, als je hem zo hebt, inderdaad, heb je aan de zijkant. Heb je dus, ja. Dus je zet hem niet echt plat. Ja. We gaan even beginnen met de slag uit te leggen ook, ja. Moet je kijken, dit is het eerste. When you were before. Het is down, 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 up, down, up, down, 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 up, down, up, down, 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 up, down, up, ja. Wat wel zo is natuurlijk, op het moment dat je speler bent, doet je af en toe een paar dingen tussendoor. Je laat gewoon altijd spelen vanuit je pols, hè. Dus niet met je hele arm van... Weet je dat, is geen gezicht natuurlijk ook. Het is gewoon lekker uit je pols als los, ja. Wat dan ook belangrijk bij dit nummer, als je gaat overschakelen vanaf de G dan naar de 7e positie. Dus je hem niet loslaten en weer neerzet, dan kun je hem gewoon als het ware sliden, hoor. Ja, nog een keer, let op. Nummer. Ja. Als je goed kijkt en ik hou mijn pols los, want het is niet altijd zo dat als jullie wel eens mee willen spelen met een band, waar je ziet de gitarist hier zo staan, dan denken ze altijd, oh, als ik maar meega met je arm, maar dat is niet waar, hij doet dat namelijk, wat je altijd doet is, je hand gaat altijd constant heen en weer, op en neer zeg maar
De ene keer sla je wel aan van beneden naar boven en de andere keer ga je er gewoon voorbij. Maar dan lijkt het inderdaad op de afstand alsof die alleen maar zo staat. Ja, dat is dus niet zo. Ja. Gaan we nog een keer. Ja. Spelen jullie gelijk mee anders. Ja. En probeer dan met die slag, hoef niet echt alles aan te slaan. Probeer een beetje te blijven bij de bovenste vier snaren. Ja. Dus de E, A, D en de G snaar. Kijk. Just like a feather, weet je wel. Wat je dan moet doen dan, moet doen, je hoeft mij niet te doen, hè? Dat weet je niet. Kijk, als je dan hier komt vanaf die C-minor. Even één los. Als het ware duik je dus in dat G-akkoord, ja. Dus krijgen we dit. Dus even open. Ik hoop dat dit wat jullie wat verder op weg kan brengen om het te leren spelen, dit nummer. Ja. En probeer niet precies zo te doen van daam, 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 daam. Gewoon iets van jezelf erin. Ja. Dus het nummer met die akkoorden volgen is toch wel redelijk herkenbaar altijd. Ja. Gewoon lekker je eigen ding doen. Oké? Okay? Hey, hartelijke groetjes en tot snel. Hoi, hoi.